Wij zitten er klaar voor. Ja, ik vond het wel weer even wennen. Even gek om op kantoor te zijn. Maar ik moet even naar de pedicure. Ik neem alles terug wat ik net gezegd heb. En hij is af! Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag. Welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Danielle en ik neem jullie gezellig weer mee. Ik heb, zoals jullie hebben gezien, al lekker een kopje koffie gemaakt. En ik heb een bakje kwark met een beetje granola en mijn vitamintjes en mijn limonade. Gaan we weer een leuke week van maken. Ik ga nu gauw aan het werk. Ik heb net Islot al naar school gebracht. En ik heb weer even een groot rondje gelopen. Afgelopen week niet zo heel veel extra gelopen, zeg maar. Omdat er gewoon eigenlijk geen tijd voor was. Dus ga ik weer eventjes goed oppakken. Dus ik ben vandaag alweer goed begonnen. En nu gaan we aan het werk. Wij zijn klaar met school en werken. Oh ja. Ik heb wel lekker mijn mopje uit school gehaald. De slot is een beetje verkouden. Voelt zich niet helemaal topfit. Maar ik kwam dus net even van de wc. En wat tref ik aan? Nee. Mijn dochter, die uit zichzelf de sokken aan het vouwen is. Dat vind ik wel echt super lief. Deze twee horen niet bij elkaar. Nee, die twee horen niet bij elkaar. Oké. Okay, dus dat was een leuke verrassing. Oh ja, ik heb een setje gevonden. Als ik jou nou even ga helpen. Als ik jou nou even ga helpen, zijn we sneller klaar. En dan kunnen we de paddenstoelen eindelijk gaan verven. En dan kunnen we eindelijk de paddenstoelen gaan verven. Van mama. Mijn vlinderdam en mijn paddenstoel. Ja, maar even kijken hoe we dat op elkaar kunnen maken. Maar dat komt wel goed. Verzinnen we wel wat op. Ik heb het herfsttafeltje ook afgemaakt. Ook eindelijk. Ja, zo gaat het altijd bij ons. Gaat altijd bij ons in etappes. Dan begin ik aan iets en dan komt er weer iets tussendoor. En dan, deze is alleen. Oh, nou ja, dan boven hebben we nog een mandje met eenzame sokken. Dan hou je die gewoon apart en dan doen we die straks bij het mandje kijken of die daar nog in zit. Ja, liever. Maar goed, zakje. Oh, heerlijk. Maar ja, zo gaat het altijd bij ons. We doen altijd alles in etappes. Afgelopen weekend zijn we aan Islotte de kamer begonnen. Is ook nog niet af. Komt wel weer als er weer een moment voor is. Zo gaat het nou eenmaal bij ons. Dus ik ga even Islotte helpen met sokken vouwen en dan kunnen we daarna eindelijk de paddenstoelen verven. Wij zitten er klaar voor. We hebben hier onze werkjes. En hier die van mij, die van Islotte. En dat gaan we even lekker schilderen. En dan laten we jullie straks het resultaat zien. Want ik wil een kijken of we het in één keer af kunnen krijgen. Of dat we het hier ook dit weer in etappes moeten doen. We gaan lekker beginnen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En het is nog heel vroeg. Het is 8:10. Ik ben wel al heel lang wakker. Ik heb niet zo goed geslapen vannacht. Ik had pijn in mijn arm. Ik heb weer te veel achter mijn computertje zo gezeten, denk ik. Maar goed, dat gaat wel weer over. Ik zit in de auto en ik ben op weg naar mijn werk. Ah, ja, we hebben weer voor het eerst groot met de hele groep, zeg maar, bijna heel de groep werkoverleg. En ja, nu we weer naar kantoor mogen. Ja, ze laten toch de dingen waarvoor we naar kantoor moeten. Wordt gevraagd, ja, je moet er toch bij zijn. Eigenlijk had ik al gepland, we doen het altijd in twee groepen, zeg maar. Omdat we best wel grote afdeling hebben. Dus ik had eigenlijk gisteren gepland om te gaan, maar toen was ik het gewoon helemaal vergeten. Het zit niet in mijn systeem.
ben zo gewend nu om thuis te werken dat er helemaal niet aan had gedacht. Dus goed, we gaan vandaag naar kantoor. En ik ben heel benieuwd. Het is ook wel weer even leuk natuurlijk om mijn collega's weer te zien. Dus dat is wel super. Maar ik vind het ochtendprogramma wel een stuk chiller hoor. Als je gewoon lekker thuis kan werken. En dan ook nog even je ontbijtje tijdens het werken. Want ik eet mijn ontbijt gewoon eigenlijk altijd als ik aan het werk ben. Dan maak ik het even snel klaar en eet ik het op de computer achter. Dus ik kom ondertussen mijn mails en zo vast te lezen. Dus ja, dat is gewoon super chill. Ja, nu moet ik toch ontbeten hebben voordat ik wegga. Goed, kan ik natuurlijk alsnog wel vast mijn mails lezen. Dus dat heb ik ook wel gedaan net. En ondanks dat het nog vroeg is, toch alvast wat mailtjes gedaan. Maar goed, we gaan dus weer even naar kantoor. Nou, dat was een ochtendje kantoor. Nu gauw naar huis om Islot op te halen. Ik vond het wel weer even wennen. Even gek om op kantoor te zijn. Je ziet toch ook weer collega's. Dat is wel superleuk. Even een informeel praatje met elkaar maken. Gewoon even over andere dingen hebben dan in een teamoverleg. Of in een online overleg. Waarin je toch eigenlijk dan heel vaak echt heel zakelijk bent. En dat je nu toch weer ook een beetje de tijd hebt om even op persoonlijk vlak, zeg maar, met bepaalde collega's een beetje bij te praten. Ja, de introvert in mij, die vond het ook wel weer even wennen, om het zo maar te zeggen. Maar ik denk op zich dat dat ook wel weer heel snel wint. Ik ben denk ik echt wel een beetje een mix van een introvert en een extrovert. Ik vind het heel leuk om sociaal contact te hebben met mensen. Maar ik vind het ook wel heel fijn om in mijn eigen bubbel te zitten. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Het is goed om weer om mijn collega's te zien. Maar ik ben ook blij dat ik wel weer naar huis kan. Ik ben eigenlijk wel moe. Gewoon niet zozeer dat ik nou heel veel hard gewerkt heb. Maar gewoon van alle indrukken op kantoor. Dan was het eigenlijk helemaal niet zo druk nu. Want ja, heel veel mensen werken natuurlijk gewoon nog steeds thuis. Maar ik merk dat ik er wel... ik vind het echt heel stom dat ik het zeg. Ik weet niet of andere mensen die ook weer zo rustig aan af en toe naar kantoor gaan... dat herkennen dat het eigenlijk wel heel intensief is om ook weer naar kantoor te gaan. Terwijl ik nu denk ik van wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ja, eigenlijk geen reet. Ik heb dan een groot werkoverleg gehad en dan een klein overleg met een collega. Maar goed, ik merk wel gewoon... Ja, ik weet niet. Ik denk dat een soort gewoon een beetje mijn gevoeligheid is of zo voor energieën van andere mensen of zo. Ja, ik weet het niet zo goed. Maar het was in ieder geval hartstikke leuk om weer een aantal collega's te hebben gezien. En misschien is het ook gewoon weer even wennen. En komt het wel goed. Nu ga ik dus gauw weer naar huis en die slot ophalen. Nou, goedemiddag allemaal. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik gevlogd heb. Volgens mij heb ik vanmiddag niks meer gevlogd. Ik ben in ieder geval uit mijn werk naar huis gegaan, Islot opgehaald. En vervolgens geluncht. We hadden gewoon boterhammetjes. Koolhydratarm boterhammetje had ik genomen. Had ook weer niet zoveel in huis. Ik moet echt die boodschappen anders gaan inregelen. Want iedere keer zo dinsdag, woensdag heb ik gewoon te weinig eten in huis. Dus dat ga ik echt binnenkort even anders doen. En nu zit ik in de auto. Het is ondertussen middag. Islot heb ik net uit school gehaald. Maar ik moet even naar de pedicure. Want ik heb weer last van een ingegroeide teennagel. Had ik al een tijdje last van. Houd je maar voor, mevrouw. Daar had mijn vader me wel even aan geholpen. En het heeft wel geholpen. Maar ik ben toch een beetje bang dat het weer gaat ingroeien misschien. Dus ik ga nu toch maar even naar de pedicure om er even naar te laten kijken. En dan hoop ik dat het meevalt. Ik hou er nooit zo van. Sommige mensen die gaan echt voor hun lol naar de pedicure. Nou, ik niet. Ik vind het echt niet dat ik iets heb dat iemand aan mijn voeten zit of zo. Maar ja, ik weet het niet. Ik vind het eigenlijk gewoon zonde van mijn geld. Maar ja, ik ga er eventjes naartoe rijden. Ik ben er al bijna. En dan valt het hopelijk mee.
Nou, ik ben weer thuis van de pedicure. Ik knip alles terug wat ik net gezegd heb. Ik hou van de pedicure. Ze heeft heerlijk mijn voeten gedaan en dan denk ik nu eigenlijk, waarom doe ik dat niet gewoon vaker? Dus ik heb me nu voorgenomen om gewoon over 6 weken weer te gaan. Ik heb gewoon weer ook gelijk een afspraak gemaakt. Dan staat het maar vast. Ja, ze heeft heel die nagel die hier aan het ingroeien was, heeft ze helemaal vrijgelegd. Dus die lag eigenlijk wel aardig vrij. Dus dat heeft ze eventjes gefixt. En ze heeft er dan een gelnageltje op gedaan, een stukje. Zodat die nagel, dat trekt dan iets krom of zo. Nou ja, ik weet allemaal niet. En nu heb ik er helemaal geen pijn meer aan. Dus ik hoop dat het zo blijft. Maar ja, het is zo'n lieve vrouw ook. En denk ik, ja, waarom doe ik dat niet gewoon niet omdat ze lief is? Nou ja, dat is natuurlijk wel een fijne bijkomstigheid. Maar ook gewoon omdat het gewoon lekker, niet zelf te pielen en te kloten en met botten schade en weet ik het allemaal. Dus ik heb me nu voorgenomen dat ik gewoon, zwaai naar de buurman, dat ik niet meer zelf ga zitten kutten met mijn nagels. Ondertussen ben ik aardappelen aan het schillen. Ik heb na de pedicure nog heel even snel de supermarkt ingeschoten, want we hadden geen brood meer. Dus dat heb ik even snel gehaald. En nu is het ondertussen 6:30. En kom ik dus net binnen. En ben ik nu al gelijk weer met het avondeten bezig. En dan gaan we lekker vanavond aardappeltjes eten met pagasiusfilet en pompoen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik heb al lekker mijn kwarkje op en mijn koffietje op. Maar nu is het tijd om een nieuwe te gaan zetten. Want ik ben alweer een tijdje aan het werk. Het is alweer een ochtendje erop zitten. Nou ja, het is nog halverwege de ochtend. Maar allemaal rommeltjes hier. Zo kan ik niet bij mijn koffie. En dat is natuurlijk een kwalijke zaak als ik niet bij mijn koffieapparaat kan. Moet ik weer het water bijgevuld worden. Ik heb die slotten al lekker naar school gebracht. Dus alweer lekker aan het werk. Dus we zijn deze ochtend alweer goed begonnen. Terwijl ik dan zo op de koffie sta te wachten, ga ik jullie nog even wat laten zien. Want ik heb gisteravond helemaal vergeten om mijn avondeten te vloggen. Dan was dat ook niet super spannend, want we hadden gewoon pagasiusfilet met pompoen. En dat was super lekker. En toen heb ik daarna, 's avonds, ben ik nog even gaan puzzelen aan de Creatic puzzel. En ik dacht, ik laat jullie eventjes snel zien, terwijl ik op de koffie aan het wachten ben, wat de status is. Tada! Even kijken. En het gaat echt heel hard. Dus ik zal het even laten zien. Nou, kijk. Dit is de status. Hij is hieronder al voor een heel groot deel dicht. Ja, er zijn best wel veel plekjes waar nog wat moet. Maar dat gaat wel heel hard. Ik hoop eigenlijk dat ik hem misschien vandaag afkrijg, want dan heb je aan een nieuw puzzeltje beginnen. Want ik heb wel heel veel plezier erin. Dus dat staat. En dan moet ik natuurlijk zo oppassen dat ik niet ga zitten kijken. En dan denk ik van, hé, dit stukje kan ik wel aanpassen. Of dat stukje kan ik wel aanpassen. Want ja, ik moet gewoon natuurlijk aan het werk. Maar het is toch zo verleidelijk als je dan hier toch staat. Maar goed, ik ga het nu doen. Want ik hoor dat mijn koffie klaar is. Dan kan ik eventjes mijn koffie pakken. Ondertussen even de screensaver uit. En dan is het tijd voor koffie. En kunnen we weer gauw aan het werk. Nou, wij stappen even in de auto om Xarno te halen. Nee, kijk, daar is mijn moppie. Hou jij even mijn tasje vast, Annie? Annie, hou jij mijn tasje even vast? Nee, Annie. Jawel, Annie. Ik heet geen Annie. Hoe heet je dan? Moppie.
Nee, dat is mijn tas. Je hebt je eigen tas, hè? Je eigen mini-mini-tas. Heb je hem niet mee? Nee. Je hebt hem wel mee naar school vandaag, hè? Maar dat doe ik nooit meer. Waarom niet? Hij is net te klein, hè, voor een schooltasje. Ja. Wel? Niet netjes, hè, om in een tas van een vrouw te kijken. Oh, ik heb wel kauwgom. Geluksvogel. Nou, wij gaan even Xarno halen. Oh, wacht. Ik was bezig met het herstafel. Tje. Ik heb onze pannenstoeletjes al neergezet. Kijk. Hier is dan. Dit is die van wow. Mij. En deze is van mama. Want deze taartjes moet ik hier inzetten. Is mijn zin hier die het licht geeft? Zien jullie het? Ja? Hier. Zo. Puzzel te maken. En best nog wel moeilijk. Er moeten toch wel heel veel dezelfde kleurtjes in zitten. Dus ja, super tof dat die af is. Ik ben er blij mee. Het was echt een leuke puzzel om te maken.